Het stijgen van de koers heeft niet alleen met interne omstandigheden in Suriname te maken, maar ook met internationale ontwikkelingen zoals de sterke US-dollar op dit moment. Sanjay Gaurisankar, hoofd financiële markten van de Centrale Bank van Suriname, zegt dat wat wij hier meemaken met de koers ook wereldwijd gaande is. Gisteren las ik nog op Bloomberg, waarin in de Aziatische landen, de iets sterkere Aziatische landen, allemaal worden geconfronteerd met een ontwaarding van hun munteenheid. Het is niet in die mate als in Suriname, omdat er in Suriname ook binnenlandse factoren spelen. En die binnenlandse factoren hebben te maken met eigenlijk de onrust die er is ontstaan in die economie door met name die protestacties. Mensen zijn op straat gegaan om hun ongenoegen kenbaar te maken. En dat heeft invloed op het gedrag van marktpartijen en participanten op met name de valutamarkt. Er is een paniekreactie ontstaan. Mensen hebben eigenlijk weerstelling genomen tegen die SRD, ten gunste van vreemde valuta. Om de stijging van de koers te helpen beteugelen, is er door de moederbank aan de goudexporteurs gevraagd een klein deel van hun vreemde valuta te verkopen aan de commerciële banken. Hierdoor zullen de commerciële banken in staat zijn om vreemde valuta te hebben en vervolgens die te verkopen aan al diegenen die vreemde valuta nodig hebben. Want wat blijkt op onze valutamarkt is dat valutabezitters, wanneer die koers zo begint te stijgen, zijn ze niet bereid om te verkopen. En ja, je kan je afvragen, maar is dat wel normaal gedrag? Ja, ik weet niet. Ik wil het houden toch wanneer het meer waard is dan. Ja, maar wanneer iedereen zich zo, als met name valutabezitters zich zo gaan gedragen, ga je inderdaad iets creëren. Maar ik bedoel, valutabezitters moeten zich op een gegeven moment ook gaan realiseren dat de wijze hoe ze zijn gekomen aan die vreemde valuta, dat eigenlijk ook het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanavond gelijk na het nieuws kunt u via kanaal 12.3 het uitgebreid gesprek volgen met Sanjay Gaurisankar van de Centrale Bank van Suriname. Ook de volledige interviews met Harry Domini, directeur monetaire zaken en economische aangelegenheden. En Danielle Wondel, hoofd openmarktoperaties, eveneens van de moederbank, worden dan ook uitgezonden.